Was die vet of niet? Want ik vond hem super vet. Mijn zoon! Vriend! Hey. Pablo! Yo, arts op je beeldscherm en natuurlijk... Met Melena. Melena. En Melena natuurlijk en de kerstboom. Kijk eens, we hebben een hele mooie kerstboom gehaald. Toch, Melena? Zeker weten. Hebben we samen versierd. Heel mooi. Maar daar kijken jullie niet voor. Jullie willen graag de partypoppen zien met categorie 1 vuurwerk. Ik heb dat flashing demons, knetterkegels, knetterdingen, knetterballen, matjes. Nog meer demons en nog meer knetterballen. Dat gaan we in de partypoppen doen. Kijk, dat gaan we hierin doen. Oké, dan haal de bovenkant eraf. Doe het vuurwerk erin. Steken we het af en dan boem. We hebben gewacht tot het donker is. Het is nu donker. En natuurlijk is Melena erbij, hè? We hebben een keer eerder een video gemaakt met partypoppers, dat was deze keer. Niet mijn gezicht, hè? Ah! Vind je het ook leuk voor je? Nee. Toch gaan we doen, want jij gaat ook eentje wegschieten, hè? Dus, Nee, ik ben bang. Nee, maar je gaat het wel doen. Ik ga... Doe even een like voor Melena, dan gaat ze ook doen, ja? Nee. Jawel, je gaat het doen. Ja. Gewoon een kusje aan mijn knie. Nu neem even de Lupas aansteken mee. Maar ik weet niet of die toevallig leeg gaat, dus de laatste tijd gaan ze best wel snel de aansteken. Dus gebruik ze maximaal, dus eventjes vullen. Dan hebben we sowieso genoeg gas bij ons. En als je denkt van, ah, waarom ben je dan niet in de kerstwering, weet je wat? Kerst is erbij en dan laten we een leuk kerstoutfitje aantrekken. Dan komt die 3, 2, 1. Woe! Zo jongens, we gaan lekker in de kerstoutfit. Dit is Gucci, alleen in een hetje. Oké, we zijn even op een locatie aangekomen. We moeten lekker even locatie zoeken, ook voor categorie 1. Alleen even koud. Ja. Wat ben je doen? Als ik ga bouwen, dan ja, ik heb gewoon... Heeft het koud? Nog niet. Als het naar buiten gaat, heeft het koud. Heet het warm? Kom maar. Ja, kijk, ik heb hier een mooi doosje vol meegenomen. We gaan even een testje draaien, denk ik. Let's go. En ik? Jij gaat filmen toch? Ja, want hey, ik heb ook nodig. Hier, alsjeblieft. Ja, bedankt. Ik heb hier allemaal partypops onder. Ik heb hier even niet alvast klaargemaakt. Even kijken, wat zullen we gaan doen? Ik ga hier even wat flashing demons in gooien. Met de lontjes omhoog. Knetterballetje. Nog een knetterballetje. En die ga ik aansteken met de knetterkegel die ik er omstuk op insteek. Laten we gewoon meteen goed beginnen. Gelukkig heb ik een goede aansteker bij me. Dat was echt kut geweest. Ah, daar. Je wind is daar, hè? Wacht, blijf wel filmen. Was die vet of niet? Want ik vond hem super vet. En het was gewoon een partypoppen met licht erin. Meer was het niet. Wat jammer van die wind. Die was zeker vet. We gaan het even nog een keer doen. Deze knetter staaf. Even nieuws heten. Excuses. Het waait heel hard. Oh ja. Oké, okay, daar gaat hij. 3, 2, 1. Ik heb even twee soort van testen gedaan, want je weet nooit precies wat er gebeurt. Ik heb het een jaar geleden een keertje gedaan, maar het was overdags. Gaat goed, hè? Ja, maar de... Wordt het vet of niet? Ja. Ja? Ja. Kun je er eentje schieten? Maar eentje dan. Ja? Nee. Ja? Nee. Om Lennon gaat er eentje schieten. Oké, okay, dan ga ik even filmen. Dat wordt leuk. Hier even aansteken. Ja? Ja. Oké, okay, alsjeblieft. Zo. Kijk eens aan. Wat wil jij doen? Knetterballetjes? Jij mag kiezen. Wat wil je erin doen? Flashing, nee, dat zijn gillende keukenmeiden. Maak maar open. Gewoon ook kapot trekken met grof geweld. Ja. Ja, zo. Wat is dat? Oh nee, zo wat anders. Steek er eentje aan de grond, gewoon de grond. Ja, zo, ik heb een bankje. Maar ja, het gewoon doen. Dit is categorie 1, Marlijn. Dat kan niets gebeuren. Oh. Van me weg. Ben je daar zo bang voor? Oké. Okay. Gewoon mijn balletjes erin. Balletjes? Loontje omhoog, ja. Wat is het gewoon eentje aanduwen. Of twee? Gewoon aanduwen. Gewoon aanduwen. Gewoon maakt niet uit. Doe er een paar in. Doe dan een knetterkegel. Ja? Een beetje vrouwenstress, maar Marlene gaat het doen. Je gaat die aansteken erin duwen en dan wacht het vuur komt en dan schieten. Een aansteken op de grond leggen, ja? Ja, pierdolle. Dat is pols van shit. Hey, aansteken op de grond, leggen en niet gooien. Gewoon, Marlene, dat is categorie 1, er kan niks gebeuren. Goed, luister, kinderen doen dit zelfs. Nou, ik kon het moeilijk filmen, want de helft ging... Oh, hij ging er, kijk, dan... kijk, de flashing demons doen het nog. Ja, hij is al aan het flitsen. Nice, nice. Marlena. High five. Oeh. Oké. Okay. Moet ik eigenlijk wel ergens omheen doen. Hoop dat ik kan afschieten. Dan kunnen we hem al mooi omheen doen. Dus het loontje erin. Misschien kijk, een knetterballetje. Die we eigenlijk net leeg gemaakt hebben. Zo hier gaan alle stokjes erin prikken. Dus ik doe mijn best. Draaien, een beetje voeten. Nog een bij. Nee, dat werkt ook niet. Nee. Maar ik doe hem nog op indrukken. Hoe zit de knetterkegel van binnen eruit? Wie wil het weten, dat gaan we nu zien. Ik ga er even eentje openmaken. Oh nee, dat was niet zo slim. Nou, ik doe hem weer terug. Deze gaat ook een beetje de lucht in. Het is toch kapot. Ja, Melena? Ja? Nou, dat vond ik het minste.
Ja, tot nu toe gaat hij best goed. Het is steeds wat minder, maar ja, gewoon even om te kloten. En we zijn even binnen gaan zitten, want het waait best wel hard. Ik wil even wat knetterballetje openmaken en dan gewoon even heel veel hierin doen en afschieten. Kijk, dan echt zo'n fontein zo. Weet je wat een festival ziet, weet je? Dan heb je zo'n fontein die in één keer zo allemaal knetter in één keer de lucht in schiet. Dat gaan we even testen. Dus even uitpakken, Melena. Wat de? Deze. Uitpakken? Dan hierin gooien. Gooi er lekker veel knetterballetjes in, Flash and Demon sowieso ook. Ook doe ik even een matje erin die we net gezien hebben, die is gewoon leuk. Die Klaar voor! Helemaal volgedrukt zit hij. Ik weet niet of het goed kunnen zien, maar ja, ik hoop dat de helft waarschijnlijk niet af. Maar we doen ons best. Wauw! Lekker! Het is koud, mensen. Dit is de laatste. Hij was vet. De laatste was echt super gruwelijk. Ik zit heel even te kijken. Want we hebben hier nog voetzoekers die hebben we net al gehad. We gaan ze nog even een klein beetje stoken natuurlijk. Even alles opmaken. En die matjes, laten we die gewoon allemaal tegelijk doen. Zit als goed is 3 in de verpakking. Ja, dat klopt. Hoop dat die weggaat. Zo. Nou, hey, dit is er vet uit, toch? Zal we even een beetje lucht te leuken. Zo, die laatste ging niet super lekker, maar ja, ik kreeg hem niet op, weet je, mijn hand zit in het plastic, niet gif, maar plastic, hè. Dus ik kon hem niet draaien en ik had die aansteekbak wegleggen, maar het ging allemaal tegelijk af, dus het ging een beetje verkeerd, maar gelukkig had ik mijn bril op. Nee, ik had deze niet op. Kun je zien hoe gevaarlijk ik had hem in mijn ogen kunnen krijgen en dat was blind geweest, maar ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ik heb nog grotere partypoppers, 2.0 nummer op, wat moet ik erin, dan laat even weten reacties. En we gaan eventjes verder, mensen, we gaan even naar huis, naar Gucci en Pablo. Ja. Vond je het leuk? We hebben thee. Thee? En een bakje thee? Hoors, het begint te regenen. Net op tijd. Het waaide wel, ja. Het waaide wel hard. Het begint wel te regenen. Let's go. Oké, we wouden deze net ook wegschieten. De voetzoekertjes. Alleen, ja, die past er niet in. Maar Melena, jij vond ze leuk, toch? Ja. Dus dan jou de eer. Steek ze maar aan. Ja, ja. Tuurlijk, er kan niks gebeuren. Categorie 1. Super veilig. Rennen, Melena, rennen. Want ik ga alles in de brand. Check deze. Hij is mislukt, Melena. Zo gevaarlijk kan het wezen. Nieuwe. Lekker. Dat is niet stinken. Hallo. Laat dat niet horen. Dat het stinkt. Hij moet ronddraaien. Ja? Ja. Oh, dat hoort. Maar die ging niet goed dus. Hè? Nee, niet om het draaien. Nee. Nog eentje? Nog eentje. Mijn lens lekker aan het stoken. Ze vindt het stiekem wel leuk. Zie je dat? Ja. Dus dan gaan we jouw tolletjes halen met nieuwjaar? Nee. Hop, daar gaat ie. Blijf rollen. Ja, 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 ja. We hebben een ander kleurtje. Een Romeinse kaars afschieten. Nee. Kijk, wie daar is. Pablo. Pablo. Mijn zoon. Vriend. Nee. Pablo. Is zo ik mommy, hè? Mommy. Oh, papi ook? Papi ook, ja. Hé, maat. Mijn maat, hè? Mijn maat. Weet eens, mensen. Gucci is een beetje loops. En Pablo ziet ons normaal niet staan. Want hij wil heel graag baby's maken met jou, Gucci. Maar dat gaat niet, hè? Jij bent veel te klein, hè? Ja. Doe, maat. Lig je lekker, Pablo? Helemaal lekker, hè? En natuurlijk Gucci altijd, hè? Die gaat lekker schattig onder een dekentje, want het is zo koud buiten, het is zo koud. Oké, mensen, je hebt gezien gisteren, hebben we vlug weggeschoten! Iedereen praten, Melena, hè? Melena is de wimpers aan het doen. Niemand mag zien dat Melena make-up gedraagt. Je hebt gisteren gezien dat we met partypoppers vuurwerk gingen wegschieten. Ik vond het wel kicken. Ik heb nog één hele grote, die wil ik eigenlijk nog als afsluiter doen. Maar het begon gisteren te regenen, het waaide echt best. Ja, je hebt waarschijnlijk heel wat bulten gehoord in de mond. Dan zie je mijn lippen bewegen, dan hoor je... Dus daar heb ik niks aan. Ik ga vandaag sporten voor het eerst in 3 weken. Alleen benen ga ik trainen dan. Maar toch, ik ga misschien een beetje buik trainen. Ik moet even bewegen, want ik word helemaal gek in huis. En we gaan natuurlijk even Melena filmen, hè. Melena is sexy. Oh, daar gaat Pablo. Oh, ja, ja. Ja, ja. Hij was weg. Ik
Johan, my son. Zeg hoe snel die was, Pablo. Pablo, naar beneden. Kom maar. Kom, Pablo. Kunnen, kunnen. Doe mijn benen heen. Marlijn ook. Ja. Dus, leuk hè? Ik heb mensen. Wat ga je trainen? Ik ben niet snel. Weet je dat niet? Oké. Oh ja, en ik las laatst van de auto. Het is zo groot niet om in de auto. En je hebt een voorbeeldfunctie. Zo goed! Zo, we waren onderweg naar de gym. 1 telefoon vergeten. 2 mijn headset vergeten. Dus dan kan daar niet gesport worden, Marlijn. Of sport je zonder muziek? Ja, ik sport met muziek. Dat bedoel ik. We zijn even omgedraaid. Poging 2. Zo, dat was de warming up. Ik heb wel lekker getraind, man. Ik heb het is niet hard natuurlijk. Een beetje gebokst met links. Even met bouwspieren, dan met benen trainingen. Het is een begin. Zo moet je zien. Januari ga ik echt vol gas aan de bak. Ik wil nu gewoon een beetje rustig opbouwen. Dat ik niet in één keer van niks heel lang stilstaan. En in één keer vol gas ga trainen. Want ik ken het uit het verleden ook dat. Van fouten moet je leren. Dat je dan ook gauw blessures oploopt. Want je spieren moeten een klein beetje wennen weer aan het. Ja, noem dat aan het. Omgeving, weet je wel. In één keer. Want je gaat in één keer je bicep, die heb je lang niet gebruikt. Je kuiten, je hamstring. Weet ik van al die spiertjes. Moet het wel even wennen. Maar ja, het is goed gegaan. Deze sluit de video af. Ik vond het leuk dat jullie gekeken hebben. En ik hoop dat jullie blijven kijken. Vergeet niet te abonneren op Aartels Geel gratis. Doe het belletje aan. En we doen knallen in de gym. Knallen met vuurwerk. En mensen, tot de volgende keer.